De Nokia 808 PureView is een hele bijzondere smartphone en dat komt voornamelijk door die enorm dikke bult aan de achterkant. Het is een 41 megapixel camera en volgens Nokia is die revolutionair. Nou goed, dat zeggen fabrikanten natuurlijk al snel over hun eigen spullen en dan blijkt dat meestal wel mee te vallen. Maar in dit geval heeft Nokia een punt. Door die 41 megapixel sensor kun je foto's maken in een maximale resolutie van 38 megapixels en dat levert een enorme plaat op. Als je daar dan op inzoomt, dan blijkt dat ook kleine details nog best goed uit de verf komen. Maar daar gaat het niet om. In de PureView mode schiet deze camera namelijk foto's in 5 of 8 megapixels. En daarbij gebruikt Nokia een techniek die heet oversampling. En dat zorgt er dan weer voor dat ruis en korrels die normaal op digitale foto's staan, goed onderdrukt worden. Dat komt de details en de scherpte van de foto's enorm ten goede. En dat zie je dan weer als je echt met je neus op die foto's gaat zitten. Ander voordeel is dat je nu eindelijk gebruik kunt maken van de digitale zoom op een camera. Bij andere cameratelefoons holt de kwaliteit van het beeld achteruit naarmate je steeds verder inzoomt. Maar door handig gebruik te maken van de grote beeldsensor blijft de resolutie van de foto's hetzelfde, ook als je helemaal ver bent ingezoomd. Nog eens bij dat het menu van de camera heel overzichtelijk en makkelijk in gebruik is. En dat nodigt dan weer uit om een keertje in de instellingen te duiken en zelf een beetje te experimenteren. En dat kan wel eens goed van pas komen, want in sommige situaties kan de automatische witbalans er een klein beetje naast zitten. En daardoor zijn kleuren een beetje flats en blauwig. En dan is het natuurlijk fijn als je dat handmatig een beetje kunt aanpassen. Maar waar de Nokia 808 PureView echt excelleert is de filmfunctie. Het toestel neemt op in 1080p Full HD en ook hierbij kun je weer digitaal inzoomen met minimaal kwaliteitsverlies. Daarnaast wordt audio opgenomen met een speciale Rich Recording technologie. En dat zorgt ervoor dat ook enorm harde geluiden, zoals bijvoorbeeld popconcerten of opstijgende jumbo jets, nog helder worden opgenomen. Kortom, ben jij zo iemand die tijdens een popconcert de hele avond met zijn mobieltje in de lucht staat te filmen? Zorg dan in ieder geval dat je dit toestel in de lucht hebt, want dan heb je er ook nog wat aan. Je zou het bijna vergeten, maar naast een camera zit er ook nog een smartphone in het apparaat. Het toestel draait op Nokia Bell en dat is het besturingssysteem wat eerder bekend stond als Symbian. En het voelt een beetje alsof je 3 jaar terug in de tijd gaat. Het is wel overcompleet, alles zit erop en eraan. DLNA, NFC, Office applicatie, gesproken navigatie, noem het maar op. Maar in het dagelijks gebruik blijkt het toch vaak een worsteling. Internet is ontzettend traag. De Nokia App Store, waarin je theoretisch apps kunt downloaden, die weigert 9 van de 10 keer om te downloaden of te installeren. En ook apps starten met horten en stoten op. Ben je nu Symbian gewend, dan zul je de grafische verbeteringen in Nokia Bell nog wel kunnen waarderen. Maar aan de andere kant weten we inmiddels ook dat het met een Android, Windows Phone 7 of iOS smartphone zo ontzettend veel beter kan. En daarom kan ik de Nokia 808 PureView als smartphone maar moeilijk aanbevelen. Het toestel kost ook nog eens €540. Gaat het je nu echt alleen om die camera, ja, dan heb je voor veel minder geld ook een goede compactcamera. En gaat het nou om de smartphone, dan heb je voor €540 een keuze uit de meest moderne high-end smartphones, waarmee je ook best goede kiekjes kunt maken. Natuurlijk, het is de combinatie die telt. De Nokia 808 PureView is een dure, heel complete, maar matige smartphone met de beste camera die je op dit moment kunt krijgen. Mocht die combinatie er nou liggen, nou dan stelt hij absoluut niet teleur. Hij krijgt van mij 3 sterren, maar ik laat hem toch even aan me voorbij gaan. Ik ben na het gebruik van dit toestel vooral heel benieuwd hoe Nokia deze revolutionaire cameratechniek gaat inzetten op toekomstige smartphones.